Nou, maar dan zal ik hier eens naar binnen. Kom maar mee. Moet je eens even kijken hier allemaal. Oh, dit is allemaal van vroeger. Oh ja? Hoe ze alles maken. Mooi, hè? Oh, wat mooi. Oh, wat een ambacht. Heel lang niet gezien, zeker. Heel lang. Nou, dat was een kijk, hele lange tijd geleden. Hier zit al een mevrouw te werken. Kijk hier. Wat een zwaar werk is dat. Kijk, zo. Met haar hand duwen, trekken. Oh, kijk eens. Ja. Hoe vind je dat nou? Nou, dit is prachtig. Geen machine. Nee, alles met de hand. Alles met de hand. Zo met de hand. Alles met de hand. En heeft u dat hier geleerd? Ja. Ik heb een cursus gevolgd. Er zijn nog mensen die de traditionele zeilen maken, doorgeven aan jongeren. Nou ja, jongeren. Ietsje grijs, maar dat vind ik niet. Jongeren. Jongeren. Jong van hart. Jong van hart. En die gewoon gek zijn geworden van botters en varen. En die dus alles willen gaan weten. Vorige winter heb ik een cursus zeilen maken. Authentiek zeilencursus. Zeilen maken gemaakt. Met allerlei verschillende tactieken. Een verstevigingslab erin. Grommers gemaakt. Die naait erop los. En allerlei andere zaken die ermee te maken heeft. Ik bedoel, alle technieken worden hier ook allemaal in gedaan. Touwsplitsen. Dit heeft u ook zelf gemaakt? Die heb ik helemaal zelf gemaakt. Zo. Ja. We zijn nu bezig met... mijn collega is nu bezig om een jaagtuigje te maken. En een jaagtuig is vroeger als de botters wegvoeren en er was geen wind, wilden ze toch... varen. Ja, en dan moet de botter getrokken worden, oftewel gejaagd worden. En daar zijn speciale tuigjes voor. Jan, wil je even eentje jaagtuig even geven? Oh, kijk eens. Dankjewel. En daar zijn we dus nu nog eentje aan het maken. Doe je dan eigenlijk zo. Een soort corset. Een corset. En dan wordt het aan de achterkant zit je vast met een touw aan de botter. En dan met z'n drieën trok je dan de botter langs een dijk. Sure, als er zwaar. Geen wind was om het te doen. Wat zwaar. En nu zijn er nog steeds wedstrijden. Onder andere de visserijdagen in Workum. Oftewel ook wel de strontrace. En bij Workum heb je de haven waar je een 2 kilometer lange dijk hebt. Ja, en als de wind dan verkeerd staat, dan kom je niet weg natuurlijk, maar tijd is tijd. Dus dan met z'n drieën trek je dan een botter 2 kilometer naar voren toe, tot hij het ruime sop in het IJsselmeer kan doen. Nou, dank u wel voor de uitleg. Okay. Ja. Schrijf je dit een beetje? Ja. Wat doe je nou zoal allemaal met deze boot? Is dat gewoon laswerk? Nee, alles moet weer met het handje helemaal geklopt worden, dat die weer netjes strak wordt. En dan gaan de klinknagels er weer allemaal in. Dan moet het weer geklonken worden. Om het weer in zijn originele staat terug te brengen. Begrijp je dat? Ja. Een beetje. Oud, hè? Heel oud. En gaan jullie hem ook gebruiken dan weer? Of wordt dan hij verkocht? Dan gaan we hem weer gewoon gebruiken. Dan gaan we dus onder andere roeiwedstrijden ermee houden bijvoorbeeld. Oh, wat leuk. Komt hier nog iets van pek overheen? Nee hoor, dat... Nee, dat gaat wel in een vervanging van teer. Want teer, dat mogen we niet meer gebruiken. Nee. En er zijn een aantal goede teervervangers in de handel. Milieuvriendelijker. Ja, dus zeggen ze. Ja. We hebben er zo daar onze bedenkingen voor, maar goed. Maar het functioneert wel. Zo is dat. En kon jij dat allemaal al? Of heb je dat hier geleerd? Of was je daar van beroep vroeger? Nee, ik heb wel mijn leven in de jachtbouw gezeten. Oh, oké. Okay. Maar meer polyester zeker dan? Onder andere. En in de houten jachtbouw nog. Oh ja, mooi. Maar dat waren dus luxe schepen en de metalen schepen die werden gelast en dit soort technieken, dat moet je zo doordoende en leren. Ervaren. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Inslaan, afhalen. Maar. Madame Ada. Kijk. Hallo. Look. Oh. Zij kan breien. Kom. Oh, you do the same? Yes. Ja, dit is niks. Weg, weg ermee. Okay. Gooi maar bij die meneer op de bank. Zo. Deze mevrouw, kijk. Special voor speciale vissersplaatsen. Rond de Zuiderzee. Hè? Vroeger was het Zuiderzee hier. En niet het IJsselmeer en het Markermeer. Nee, de Zuiderzee. En de Zuiderzee had allerlei vissersplaatsen. En elke vissersplaats had zijn eigen
gebreide trui. Eigen kom even patroon. Erbij, maar dan kan je het beter bekijken. Oh, dat is een eigen patroon. Mooi, hè? En dit is het patroon van de Elburg. Elburg. En dit is dus eigenlijk een beetje golvend. Eb en vloed moet dit. Oh, wat leuk, symbolisch. Ja, eb en vloed. Ja. Prachtig. En dat komt uit een boek. Uit een boek van Stella Ruwe met alle vissenstruiken. Met allerlei plaatsen waar het redelijk traditioneel uit foto's vandaan achterhaald is hoe de patronen eruit zien. Dit is Elburg, dus een vrij simpel figuur. Oh. Helaas, Horen hebben we nog niks van gevonden. Weet jij dat niet van Horen? Ik weet van vroeger dat de vissersmannen waren in donkerblauw. Ja. Donkerblauw. Ja. En een fijn, erg fijn gebreid. Chique luis. Ja. Ja. Maar ja. Simpel. Ja. Dus. Ja, dit is een vrij simpele steek. Het is alleen maar recht en afrecht op een speciale manier. Hoe kom je aan die wol dan nu nog in deze tijd? Die is speciaal gemaakt. Naar aanleiding van dit boek wordt er onder andere in IJsland en in Engeland. En trouwens ook de scheepjeswol weer van vroeger, die we allemaal kennen hier uit Nederland. Wordt ook weer speciaal weer gemaakt om die trui die hier in het boek staat te maken. Ook in de speciale kleuren? En ook juist in de speciale truien. Want mijn dochter vaart heel vaak met de BU-130. Dat is de botter BU-130 die in het Zuiderzeemuseum ligt. Oh, daar kom ik. En, daar ben ik je ook naartoe. Ja. En dat is een trui met kabels. En die is echt inderdaad wat fijner. Maar zij wilden hem niet in blauw, maar in rood. Dus dat was best wel even zoeken om hetzelfde soort garen. In rood, donkerrood. Speciale ossenbloedrood of zo. Mooi hoor, geweldig. Dat is een oude kleur, ossenbloed. Komt van onze kolonie. Ja. Heel mooi. Dankjewel voor de mooie uitleg. Graag gedaan. Oké, veel plezier. Bijzonder hè? Heel bijzonder. Nou jij met je breiden. Wat ben je allemaal aan het doen hier? Ik ben Antane. Antane? Oh, geen tranen, Tane. Nee, no crying. It's no depressing day. En doe je dat met je blote handen? Ik doe voorzichtig. Je doet voorzichtig. Het ruikt hier heerlijk. Heel speciaal. Vertel eens wat over Tane. Vertel eens wat over Tane. Ja, jij weet er alles van. Nou, dit is een oplossing van cashew. En dat is iets wat gemaakt wordt van boombast. Deze taan komt van een acacia. En in een boombast daar zitten zuren, looizuur of iets dergelijke zuren tegen de schimmel. En dat gebruiken we nu dus, en dat is de bescherming van de boom. En nu gebruiken we dat als bescherming van het touw. Dus dan rot het niet weg, zeg maar. Dus wat we doen is dus de schimmels uit de touwen koken door middel van onder andere het zuur. En dan kan het weer een tijdje mee. Okay. Zo, hoe lang? Moet je dat elk jaar herhalen dan? Wij doen dit één keer per jaar. Okay. En in de visserij gingen ze natuurlijk het hele jaar door vissen. En werd het soms wel één keer in de maand gedaan. Voor netten wat dan bijvoorbeeld een maand lang in het water stond. Oh, ja. Dan was dat een stuk belangrijker. En voor ons is het voldoende om het één keer per jaar te doen. Ik vind het maar geweldig. Was het ook maar belangrijk voor het zoetwater of het zoutwater? Als je meer met zoutwater? Goeie vraag. Nou, in principe, het taren werd al gedaan op de Zuiderzee en die was zout. Zuiderzee is nu IJsselmeer. Dus wat dat betreft werd het altijd gedaan en heel veel touw hangt natuurlijk ook gewoon buiten in de weer en wind, niet in het zout. Oh, maar het is wel zo dat zoutwater is wel iets gunstiger. Oh, beter. Okay. Ja. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Trekt aan. Desinfecteert een beetje ook zo. Ja, een beetje, maar ook daar groeien allerlei schimmels die wel van zout houden. Ja. Dus het is altijd belangrijk geweest. Heet is dat nou? Op water met zout is lekker. Een speciaal milieu. Ja, ruiken maar. Ja, dus uiteindelijk. We gaan weer verder. Hartstikke bedankt. Ja. En werk ze. Gaat lukken. Oh, heerlijk luchtje. Madam Ada. Ja, dit is mooi. Oh, wat mooi. Dit is echt. Misschien is er iemand die iets wil vertellen hierover. Oh, dit is een museum. Dit zou leuk zijn. Ja. Nou, wie wil er iets vertellen over in dit museum? Wij willen wat vertellen hoor. Anita begint wel. Is dat zo? Nee, laten we maar van de visserij beginnen, want dat is het belangrijkste. Oké, dan gaan we met de visserij. Vissersman mee. De cultuur van de Zuiderzee. Maar goed, hier in Horen lag aan de Zuiderzee. En de Zuiderzee, voordat die in 1932 afgesloten werd, was een
bij tijd en wijle heel visrijk water. Dus er waren heel veel vissers. Rond de eeuwwisseling waren er wel duizenden vissers actief op de Zuiderzee. En de vissoorten waar ze op visten, en dat waren heel andere dan nu, want het is nu zoet water. En nou de paling, die er al bijna niet meer is. De snoekbaars, waar ook niet zoveel van is. Dus het is allemaal een beetje moeizaam. Maar toen het nog zout water was, toen kwam er vanuit de Noordzee in het voorjaar bijvoorbeeld haring binnenzwemmen. In enorme scholen. Oh, dat lusten we wel. Haring. 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 We do love it. Amerika. Oh, ja, en dat was een aparte soort haring. Niet zoals ze tegenwoordig op de Noordzee vangen. Hè, die je dus als Hollands nieuwe kan behandelen en conserveren. Maar de Zuiderzeeharing was een apart ras. En die konden ze eigenlijk alleen maar roken. Hè. Oh. Dus als er heel veel aangevoerd werd, dan was ze eigenlijk bijna niks meer waard. Want ze konden er geen kant mee heen. En dan bedierf het en dan was het waardeloos. Ja, en dan kunnen we allemaal dingen vertellen. Maar ik ga nog eventjes verder. We hebben het hier over vissers en vrachtschepen, heb ik gezegd. Ja. Dat komt omdat we mensen hebben die zo'n schip bezitten. En het is een kostbaar bezit en heel tijdrovend. Ze zeggen, als koop een boot en werk je dood. Nou, met een historisch schip is dat helemaal het geval. En omdat we willen uitleggen aan het publiek wat we hier doen en hoe moeilijk dat is om die schepen te onderhouden, maar ook hoe verschrikkelijk leuk het is om met zo'n schip bezig te zijn, daarom is dit museum. En we willen ook graag steun hebben van het publiek voor varend erfgoed. Nou, dat kan ik me omdat voorstellen. Omdat er zijn bijna geen subsidies voor en ja. De gemeente Horen heeft dit pand voor ons opgezet. We huren dat van de gemeente, maar we zijn er heel erg blij mee, omdat de gemeente heeft gezien dat faciliteiten voor varen, weet je wel, ja, faciliteiten juist, zijn ja, bijvoorbeeld ja. Een helling, die willen we nog steeds. Dus als er een sponsor kijkt, een helling willen we heel graag hebben, dat hebben we nog niet. Maar we hebben hier opslag boven. Alle schippers die een schip hebben, een historisch schip hebben, hebben hier een opslagruimte, die huren ze. We hebben een prachtige werkplaats voor hout en ijzer. En dit is het museum waar we dan laten zien waar het allemaal over gaat met dat varend erfgoed. En dan gaan we helemaal terug tot het ontstaan van de Zuiderzee en van Horen. Oh, omdat je dan, ja, er zit zoveel achter ja. Schepen. Het gaat over scheepvaart, over visserij, over de ontstaansgeschiedenis van Horen. Ja. Jullie gaan weer weg? Ja, nog moeten jullie nog ver, want je hebt de hele koffer mee. Ja, nou, wat zit er dag al mee? Nee, hè? Ja. Wat zit er dan allemaal in? Ik heb zulke mooie dingen. Erin, alles over mijn roes. Je moet hier bezig. Eens kijken dan. Ja, je moet eens alles kijken. Over mijn roes. Dat moet je even open doen. Dat wil ik dan eens zien. Ja, dat is van de familie. Kijk eens, even mijn tasje erin. Mijn breiwerk mee. Oh, dat is altijd prettig. En mijn doek heb ik van mijn moeder georven. Ja. En dan heb ik... En dan schilderen. Leg het maar even. Laat eens even. Oh, die eerst. Is het zo? Ja, ik ben heel benieuwd. Wat voor... Oh, kijk. Nou, vertel er eens wat over, mama. Ja, ja, ik herkent weet het. Kent u dit? Ja, zeker. Dat is hier is de hoofdtoren. Ja. En wij zitten hier dus. Ja. Op het Oostereiland. Ja, zie je dat? En dit was vroeger de Rouaanse kaai. Voor de handelaars die op Rouen voeren. Op Rouen, ja. Frans? Ja, en dit zijn de oude gebouwen van het eerste deel van het Oostereiland. Prachtig. Nee, dat klopt helemaal. We hebben goed, ja, leuk. Nou, dat heb ik natuurlijk van mijn ouders overgehouden. Geweldig. Mooi, hè? En ik wilde nu kijken of het er allemaal nog is. Kijken. Nou eens kijken. Oh. Wat is dit? Visserseiland. Dat is de haai. De haai? Dit noemden wij vroeger de haai, de Holinees. Ja, maar het is de visserseiland. Ja, maar wij noemden het de haai. Ja. En hier, dat is de landtong die hier achter loopt. Ja. En daar waren ook twee molens op. Klopt. En dan hadden wij een zaagfabriek van Sijp. Van houthandel Sijp. Daarvoor was de aardappelmeelfabriek. Ja. En dan had je de oude boetjes. Kon lekker spelen als kind natuurlijk. Heel veel spelen, maar ook lekker eten. Oeh, want gerookte vis. Gerookte vis. Oh, kan niet anders. Vissenhandel, ja. De beren. Ja. De blokken. Die zaten allemaal met zo'n boetje allemaal daar. Allemaal met de met vis. Met hun eigen boetje. En er waren ook handelaren. En een taanhuis was er. Taanhuis. Om de zeilen te tanen. Ja. En de netten vooral. Kijk eens wat hier is, de oude bootjes. Ja, ja. Dit was een reling, want hier was een werfje. Ja. Klein werfje. Wat een mooie tijd, maar. En zo aan de overkant, dat was Nannings, de oud-ijzerboer. Dus je hebt daar altijd gespeeld. Ik heb hier heel veel gesnoept.
En nou, heb je nou nog wat tijd om te breien dan? Nou, dat kent ze niet. Nou, ik heb nou madame Ada ontmoet, zo ik denk niet dat ik veel zal breien. Nee, wij moeten veel praten. Zij moet ook weer op nou, de vierboot straks. Nou, dat ligt jullie wel. Dat komt wel goed, hoor. Mooie koffer, hoor. De koffer. Ja, een beetje. Ja, die is een beetje... Een beetje dwars, zo. Ja, het is oud, hè? Maar wel mooi. Laat ik niet open voor op de cruisecoat. Jullie lijken Wouter Kloofwijk. Ja, ja. Met zijn koffer. Oh, nou. Nee, dat was weer mooi. Waar gaan jullie nu naartoe? Nou, dat weet ik niet. Dat weten jullie nog niet. Nou. We moeten eruit. Oké. Okay. Nou, nou wel heel leuk dat jullie geweest zijn. Dank en nou weet ik tenminste wat er in die koffer. Ja, juist. Dus hier heeft het weer open. Wat gaat deze meneer nou allemaal doen? Nou, we gaan. Toevallig is er nou wat regen op terecht gekomen. Dat verdelen we eerst een beetje. Maar we hebben een emmer met taan gehaald, heet, uit de taanketel. En dat ga je uitborstelen over het zeildoek, dat het er goed intrekt. En dan moet het ook nog goed indrogen. En dat geeft dan bescherming tegen het verweren, het rotten. Want ja, je zeilt en het wordt nat. Dus het moet naar beneden als je in de haven ligt. Dus ja, dan ligt het een beetje vochtig, ligt het daar op dek. En dan de zonnetje erop en dan komt heel gemakkelijk de broei en de schimmel erin. En, dan, en hoe lang moet het nu drogen dan dit? Hoe lang duurt het dat het droog is met dit weer? Nou, dat duurt wel een dag. Eigenlijk moet je het meteen ophijsen in de mast. Want hier op de grond droogt het ook zowat niet. Nee. Nou is het niet erg als we het nu oppakken en zeggen, nou morgen hijsen we het op. Want dan trekt het nog beter door. Ja, ja. Maar dan dus, rot het dus niet ondertussen. Kan niet meer rotten. Nee. Ja, als je het lang laat liggen. Dan komt er even goed weer schimmel op. Maar dit geeft toch bescherming. Ja, anders hadden ze niet vroeger. Nee, hè? Ze moesten dit. En dat was dus ook met netten. Hè? Die zijn elke keer nat en weer droog en nat en weer droog. En vooral in het warme seizoen moesten ze dan vaak om de 3 weken de netten weer tanen. Dus vroeger waren ze heel veel tijd kwijt met al dat spul te onderhouden. Er was nooit rust eigenlijk voor die mensen. Nooit rust. Die waren op walen werken en op zee werken. Tot zaterdag, het eind van de middag, begin van de avond waren ze doende om alle spullen bij te houden en te onderhouden. De boot zelf natuurlijk. Deden ze dat niet met levertraan? Ja, de boot zelf is natuurlijk weer een heel ander verhaal natuurlijk. Maar deden ze met vet van de lever, van de grote vis, walvis? Voor het onderhoud van de schepen had je vroeger harpuis of smeer. Dat wordt gekookt van lijnolie en hars. En je had bruine teer, dat wordt in Scandinavië gemaakt. Dat wordt uit, dan verkolen ze naaldhout en dan druipt die teer, dat druipt eruit. En die bruine teer of stokholmerteer, hoe je het noemen wil, houtteer, die is ook heel conserverend en die werd ook voor de schepen gebruikt. Nou, ja. Hartstikke bedankt voor het interview. Nou. Prachtig. Heel mooi. We zijn op de hoogte. Zo, het zijn taandagen. Goeiedag. Goeiedag. En wat is dit voor vis? Dit is een makreel. En waar heb je die vandaan gehaald? Hier doe ik hier vandaan. Uit een oever. Ik had geen tijd om ze zelf te vangen. Oh, dat doe je anders wel. Ja, ik. Van de visafslag nu. Ja, oké. Okay. Ja. En wat ga je met een makreeltje doen? Ze hangen nu in de winter drogen. Dat ze dus eigenlijk het huidje aanvoelt als een haaienvelletje, noemen ze dat. Dus, dat hij lekker stroef is. Dan gaat hij in de kast, droogt hij nog een beetje door met een vuurtje. Ja, dan gaan in die we ze kast. Ja, in die kast. En dan gaan we ze garen op 80 graden, okay. Ongeveer een minuutje of 20. En dan ongeveer 1,5 uur roken. Zo, dus we komen vandaag niet aan deze vis toe. Ja, jawel, nou ja, ik weet niet hoe lang jullie blijven. Maar, en die hondjes stinken ook naar vis, zeker? Ja. Dan komen ze lekker op je bord. Het is gelukkig niet mijn hondje. Dus, Hij is al getaand. Ja. En straks wordt hij gerookt. Hij heeft een hele geurpalet over zich heen. Heerlijk hondje. Ja. Goedemorgen dames. Nou, kijk maar ik vind het heel bijzonder. Ja. Ziet er lekker uit. Ja, het is een echt ambachtelijk beroep. Hè? Ja. En doe je dat ook in het dagelijks leven? Ook, of het nee, is hobby? Nee, het is gewoon hobby. Oh, ja. Ik dacht misschien ben je visboer. Ja. Ja, het is, vroeger is het, deden ze dit om de vis te converseren. Ja, precies. Ja, ik begrijp het. Ja. Ja? Dat je het langer kon bewaren. Conserveren. Ja. Ja, bijzonder. Hartstikke bedankt. Ja. Lekker hoor. Ja. Nou. Ja. Kijk. Kijk maar. Ja. De vis wordt duur betaald. Maar dan houdt u mooie houtjes erin.
Hebben ze vrouwen allemaal zitten kloven? Even, dit is eigenlijk een beetje gewoon om te starten. Die heb je iets essenhout en daar gaan we echt mee, mee de temperatuur maken straks. Essenhout. Droog. Essenhout. En geeft dat ook een bepaalde smaak eraan? Ja, die geeft wel een beetje smaak met deze. Houtmos? Ja, precies. Eiken? Dat zijn houtsnippers. Oh. Dat is echt een mix tussen een mix van berk en eikenhout. En die geeft die diepe rooksmaak af. Ik zou bijna vanavond weer hier naartoe gaan leren om zo'n visje te halen. En dan lekker met een biertje erbij. Precies. En hoe vaak kan ik hier naartoe voor een visje? Oh, heerlijk. Doe dat eens in het half jaar, ja zeker. Ja, dat, ja, nou ja, 18 juli. Oh, dan moet je stapelen. Jij maakt mooie stapelen. 18 juli doe ik het ook weer in het park. Kijk uit de branden. Park. Schouderen. Oh ja. Of het Indianenpark. Oh leuk. Ja, ik stap hier aan het Zo kan je dat ook doen natuurlijk. Kan je dan de slingers trafieken? Nee, dat kan je doen. Ja, ik doe het even op de snelle manier. Wat was het dan weer voor vandaag? Ik heb een hele mooie dag gehad, madam Ada. Maar wat is je beslissing? Blijf jij hier of ga jij terug? Wel, ik denk dat ik hier blijf. En ik ga terug. Ga jij terug? Ga terug naar de oude tijd. Ik zal jou missen. Ja, maar de oude tijd was beter voor mij. Daar pas ik in. Jij gaat terug en jij wacht op jouw man. Ja, ik ga terug. Jij doet dat goed, madam Ada. Goed, we hebben een hele leuke dag gehad samen. Zeker weten, we lopen even voor een afscheid naar beneden. Thank you.